Beteugeling van bromfietsongevallen, dat was het onderwerp van een lezing, CQ-discussie, die op donderdag 3 oktober 2019 op en door het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie werd gehouden. U hoort in het verslag minister Vijay Chotkan en Cynthia Gafoor, die op dit onderwerp afstudeerden van de studierichting Infrastructuur van de Faculteit der Technologische Wetenschappen. We hebben heel veel data over de kwesties waar dus mensenlevens zijn verloren gegaan. Maar we hebben minder te zeggen wanneer het gaat om lichamelijk letsel die blijvend is en die ook heel veel stress voor het leven met zich meebrengt. Ik denk dat we daar diverse situaties voor hebben. Ook hier op het ministerie maken we mee waar gezonde, kerngezonde mensen van de ene op de andere dag in een rolstoel belanden. En dat is ook even zwaar als, natuurlijk is het zwaarder als je een familielid verliest, dat mag niet. Elk leven van elk mens is ons dierbaar in Suriname. Maar ook dat brengt heel veel leed en problemen met zich mee. Het is een heel interessant onderwerp geworden, waarbij een student van ons afgestudeerd is een paar weken terug, waarbij bromfietsongevallen in het verkeer zijn bekeken. En we weten dus dat van alle verkeersdoden 40% ongeveer uit de bromfietsersgroep kwam. En dus een paar jaar terug hebben we besloten om heel veel data te gaan uitspitten om te kijken wat we dus hieraan zouden kunnen doen om minder preventief dus wat te kunnen doen infrastructureel, dat er minder bromfietsongevallen zouden optreden en dus daaruit ook minder fatale gevallen vooral. De twee wegen, de twee hoofdwegen, de Indira Gandhiweg en de Martin Luther Kingweg, voorzien zijn van aparte bromfietsstroken. En wat blijkt uit onze studie? Dat deze twee juist heel gevaarlijke wegen zijn voor bromfietsers. Nou, enerzijds, de discussie was van, maar enerzijds hebben we voorzien in minder gevaar voor de bromfietsers door hun aparte rijstroken te geven. Maar hoe komt het dan? Dat je dus dan toch daar juist de meest gevaarlijke situatie hebt. En de discussie betrof dus meer de oplossing die Cynthia, de student, dus heeft aangehaald. Van, nou, dan moet je dus niet de bromfietser de gelegenheid geven om te veel beschermen. Dat ze dus hard kunnen rijden op een verlaten strook. Maar dat je dus hun mengt in het verkeer. Dus dat je dus niet die aparte bromfietsstrook schept, maar dat je dus naast die van de normale snelverkeer dus zet, weliswaar in een andere kleur, rood gekleurd, een beetje breed, zodat die twee verkeersgebruikers elkaar in zicht hebben en dat ze dus wel met elkaar rekening beginnen te houden. Want nu is het dus dat het snelverkeer juist langzaam verkeer geworden is, omdat alles stagneert en het langzaam verkeer dus snel verkeer geworden is, omdat alles voor die bromfietser open is om hard te rijden. Dus nou, in die maalmolen, dan ga je dus als engineer een oplossing moeten zoeken. En dus dan moet je dus buiten de normale regels, wat we dus over duurzaam veilig verkeer van Nederland hier willen in doen, sijpelen, dat we dus daar buiten moeten gaan om heel creatief naar mogelijkheden te zoeken op dat wat uit de cijfers gekomen is, dat je dus daaraan je hoofd gegeven hebt en dat daardoor dus minder gevaar bestaat voor die bromfietsers. Bijvoorbeeld op die Martin Luther Kingweg, dan heb je dus één aparte bromfietspad, maar beide richtingen van de bromfietsers zijn vlak op dat pad alleen ingericht. En dus het blijkt uit die cijfers dat veel bromfietsers tegen elkaar opbotsen, veel frontale botsingen. En dat ze dus dan, dat het ook fataal is, dat ze dus doodgaan. En als je dus dat nu weet, wat doe je dan eraan? Als je dus Martin Luther gaat herinrichten, dan ga je niet die twee rijrichtingen op één pad zetten, maar dat je dus dan aan weerszijde van de weg dat positioneert.
ben heel blij. Ik ben heel tevreden. De lezing zelf door onze afgestudeerden is dus heel duidelijk verzorgd, heel makkelijk te volgen. Maar ook dat ik blij ben dus dat de sector er was. En ik was ook verrast dat de minister, de directeur, kon ik voorzien dat hij dus, maar ik was heel blij dat hij de tijd heeft kunnen vrijmaken om werkelijk te zijn. Maar dat de minister ook erbij was, dat geeft aan dat hij dus ook heel veel belang stelt om verkeersonveiligheid terug te dringen op onze wegen. Het initiatief komt van meneer Kisumi Sier. Hij heeft een afstudiepresentatie bijgewoond van mevrouw Lindy Kialfa, medisch directeur van het AZP. En uit haar afstudeer blijkt dat de bromfietsongevallen de grootste groep van verkeersslachtoffers vormt in ons land. Vandaar het initiatief. Om verkeersveiligheid in ons land zoveel mogelijk te vergroten. Tijdens mijn onderzoek ben ik op zoek gegaan naar literatuur en ik ben een wall of memories tegengekomen. Dat is een wall waar familieleden die een familielid hebben verloren in het verkeer hun verhaal delen. En terwijl ik die verhaaltjes aan het lezen was, dan raakte het je echt diep. En wil je echt doen voor al die ongeveer 80 mensen die in ons land aan een verkeersongeval overlijden. Elke keer dat ik een beetje motivatie nodig had voor mijn afstuderen, ging ik naar die wall of memories en las ik een paar van die verhaaltjes. Ik moest dat doen omdat ik voor mijn onderzoek data moest analyseren. Maar de data die ik heb gekregen bij onze belangrijkste verkeersongevallen databron is handgeschreven data. Het is gewoon in een groot schrift, een register, geregistreerd. En om data te kunnen analyseren moet het gedigitaliseerd zijn. Vandaar dat ik mijn eigen database moest opzetten. De hele database heeft ongeveer een jaar geduurd. Omdat ik niet veel weet had over databases. En ik ben eerst begonnen met een Microsoft Access programma. Maar daarna heb ik een Excel Intermediate cursus gevolgd. En dan zie ik dat het weer op een andere manier kan. Dus dan ben ik het gaan uitbreiden. De meeste verkeersongevallen vinden plaats. Dus ik heb geen blackspot analyses, maar ik noem ze blackspot roads. Want er zijn wegen opgevallen. De Indira Gandhiweg, de Martin Luther Kingweg zijn heel belangrijke aders van ons land waar men dagelijks gebruik van maakt. De Indira Gandhiweg, de Martin Luther Kingweg, de Jagannath Lakshmanstraat, de Oost-West-verbinding. Op echt de belangrijke, lange verbindingswegen van ons land. Van de indelingen geprobeerd te leren van elkaar. De Jagannath Lakshmanstraat heeft bijvoorbeeld een fysieke rijrichtingsscheiding. En daar hebben wij geen frontale conflicten. Dus dan heb ik daaruit een beetje geleerd. We hebben het Tamarage profiel, dat is volgens internationale standaarden ontworpen. Het heeft een rood gekleurde bromfietsstrook. Daar heb je geen langsconflicten, je hebt geen chaos. Het is een heel geordend wegbeeld. Dus dan heb ik dan alles bij elkaar gecombineerd. Dus we constateren een probleem en we moeten er iets aan gaan doen. En natuurlijk, we stellen het zeer op prijs dat vanwege de universiteit ook wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Maar ook onderbouwd natuurlijk waarmee wij als ministerie als tool kunnen gaan gebruiken om dus ons werk beter te gaan doen. Maar ook het ministerie van Justitie en Politie die ervoor moet zorg dragen dat die enforcement die wij verwachten, qua wetgeving natuurlijk ook, dat die ook optimaal plaatsvindt.